stichter Brandenburg-Rieses in Neustadt. Met in het zadel Marieke van der Putten. Zo, dames en heren, twee heksen in de baan. En ik moet zeggen, de heksen hebben heel veel overeenkomsten met elkaar. Allereerst is dat natuurlijk dat het halfbroers van elkaar zijn. Met als vader de levende legende Totilas. Dat hoeven we natuurlijk niet meer hier verder te benoemen. Iedereen weet van de kwaliteiten en van ja, toch wat Totilas ons allemaal teweeg heeft gebracht. Allebei deze hengsten komen uit Duitse merrielijnen. Dus ze hebben veel overeenkomsten. En dat kwam eigenlijk ook wel tijdens het verrichtingsonderzoek naar voren. Eerst even nummer 42, Total US. De moeder is een Sir Dongerhal. Grootmoeder Fontana bracht ook van Sandro hier de goedgekeurde hengst Slagman. En overgrootmoeder Contia bracht twee 140 springpaarden, waarvan er ook eentje is goedgekeurd. We zien in de moederlijn Sir Dongerhal, Don Sufro en Continue. En Continue is weer van Contender maal Tinderocco. Dat is een, even een hele andere moederlijn daarop weer voor. Het fijne bloed van Don Sufro, waarvan toch heel veel Grand Prix paarden zijn gekomen. Vrij paarden met veel instelling. Die paarden die groeien in het werk. Deze Total US toonde zeer veel werklust, heeft zeer veel go onder de ruiten. Dat zien we nu ook. We zien hem hier op de lange zijde bij E galopperen. Het paard heeft altijd eigenlijk de wil om naar voren toe te gaan. En die wil die zet hij eigenlijk heel mooi om in draagkracht. Het paard gaat altijd met de schoft omhoog. Als lichtvoeter in zijn bewegingsafloop, heeft hij power in en laat zich ook op hele fijne, lichte hulpen rijden. Dan gaan we naar nummer 43, Travelker. Eveneens een zeer interessant gevormde hengst. Moeder is van Lord Loxley. Grootmoeder. Dat is niemand minder als een volle zus van een ander fenomeen. Die maar kort geleefd heeft, maar wel wereldkampioen was en die ook de tongen losbrak, maakte Poetin. Overgrootmoeder, die bracht vijf goedgekeurde hengsten en wel te weten Samba Hit 1 tot en met 5. Plus ook nog een lichte toerpaard en is ook de grootmoeder van de hengst Quarterback. Verder komen we nog in deze merrielijn de goedgekeurde hengsten Caprigold en Frutau tegen. Ook deze Travelka is een paard met een hele fijne instelling. Een paard wat een fijne B-techniek heeft. En met name ook in zijn houding altijd een mooi silhouet maakt. Gaat altijd mooi de berg op. En heeft heel veel balans. Met name ook in de galop. Misschien kan je nog wel een stukje galopperen van ons, Marika. En daarin ook een keertje wat schakelen. We zien hier voor een vierjarige twee paarden die eigenlijk allebei zeer mooi in die zelfhouding lopen. Ik denk ook als ik dan de ruiters vraag om een keertje gewoon al een keer die hand een beetje naar voren toe te doen, dat ze ook zonder problemen in deze houding, in deze zelfhouding blijven gaan. Paarden kunnen heel makkelijk naar voren, kunnen heel makkelijk kleiner te worden. Kortom, twee zeer goed te rijden, rittige, fijne zonen van Totilas. En ook deze twee paarden kunnen bijdragen aan wat bloedspreiding binnen onze fokkerij. We kunnen de lichtvoetigheid verbeteren en met name ook de instelling, de werkwilligheid. Ik vraag jullie nog even terug te komen naar de draf. Een keer over de rug heen te laten komen en ook als afsluiting de stappenmars te tonen.
US, Total US, een hele mooie, ruime, grijpende stap met heel veel lichaamsgebruik daarin. Goed door het lichaam heen, dus hij heeft altijd los in de bovenlijn. En ook Pravelka heeft kwaliteit in de grondstap. Dus misschien al ietsje mooier of uit de schoon mogen stappen, maar ik heb misschien wel ietsje meer uit.